Maandagavond werd de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong Feyenoord nog afgelast wegens sneeuw op het kunstgrasveld. Een dag later is het veld sneeuwvrij en dus kan de A1 aan de bak tijdens deze oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven. De eerste kans hier voor Moussa Sano. En waar zouden zij het over hebben? FC Eindhoven komt dus op bezoek bij de buurman. Het speelt met een soort van eerste elftal. Zo doen er onder andere jongens mee als Brahim Zari, Sjors Paridaans en Leon Kantelberg. En hier de goal van Jelle van Kruisen. Mooie aanval van de bezoekers en dus de treffer van Kruisen. De voorzet van Patrick Nkoyi. En dit is de gepasseerde doelman Jelle Bertrams. Toufan Usboskoert mag het hele veld oversteken. Niemand pakt hem aan. Nou, daar ligt de ruimte. Moussa Sano. Die is gevaarlijk. Sommer pikt op. Usboskoert is daar nog maar. Die moet het met links doen. Komt niet helemaal lekker uit met zijn passen. En zo kan als ruststand 1-0 worden doorge-sms'd. In de tweede helft. Kantelberg. Nkoyi. Kantelberg. Prachtige aanval dit van FC Eindhoven. Bekroond met de treffer van Leon Kantelberg. Oudgediende in de ploeg. Speelde een prima wedstrijd. Deed bijna niets fout. En passeert hier Bertrams voor de tweede maal. Jacobsen. Op Joshua Brenet. Sano. Goede bal op de ingevallen Anthony van den Hurk. Die neemt hem knap mee en passeert Zari. En zo is het. 3 minuten na die treffer van Kantelberg 2-1. En de spanning dus weer terug in de wedstrijd. Uitstekende bal van Sano. En van den Hurk handelt dan als een echte spits. Neemt hem aan. Neemt hem keurig mee. En passeert Zari. Nkoyi. Sterk. Blijft in balbezit. Zari op aanvoerder Paridaans. En zo kan Eindhoven bouwen aan een nieuwe aanval. Maar Sano is hier naast te slim af. En Sano ziet Zari voor zijn goal staan. En dit is een prachtig doelpunt. Moussa Sano. De knuffel van Joshua Brenet. Want zo ziet de rechtsback van PSV ze graag. Prachtige goal. Zari geklopt. En de stand weer helemaal gelijk. 2-2. En daar kun je ook als doelman alleen maar voor applaudisseren. Joshua Brenet gaat maar weer eens met 7 mijlslaarzen langs zijn directe tegenstander. De voorzet is goed van den Hurk, maar die bal komt net achter hem. En daardoor kan Zari keren. En zo dus geen tweede treffer voor Anthony van den Hurk, maar de A1 van PSV voert de druk op. Het wil deze wedstrijd winnen van de buurman. Dit is Bakali, overtreding van Vroenhoven. Bakali neemt die vrije trap snel. Zomer heeft de medespelers voor het uitkiezen. Zari met de halve redding en daar de treffer van Mohamed Rahi. Eenvoudig doelpunt voor de middenvelder van PSV A1 die voor de wedstrijd beloofde 2 keer te scoren. En hij is dus nu op de helft. Lekker doelpunt dit, 3-2 voor de A1. Jacobsen. Bazour. Ook die besluit maar eens mee op te komen. Brenet is daar al, de rechtsback. Nou, nog zo'n voorzet, Joshua Brenet. Daar is Rahi en daar is zijn tweede. Hij doet wat hij beloofde, Mohamed Rahi. 4-2 voor PSV A1. Het wint deze wedstrijd dus van FC Eindhoven. En Rahi, zijn tweede. En ja hoor, dan mogen die twee vingers de lucht in. PSV wint met 4-2 van Eindhoven.